In de Eimond zijn veel toppers. In de sport, atletiek dit keer. En we maken een portret van Anja Akkerman uit Beverwijk. Wereldkampioen heptathlon. Anja, je hebt een prachtige medaille in je handen. Er staat op heptathlon W60. Wat betekent dat? Heptathlon is een zeefkamp. Het bestaat uit 7 verschillende onderdelen. Het begint de eerste dag met hordenlopen, hoogspringen, kogelstoten en de 200 meter. En dan de tweede dag, als je hartstikke stijf bent, wakker geworden, dan mag je vervolgens loslopen om te gaan verspringen, speerwerpen en tot slot de 800 meter. Hoe lang ben je al bezig met atletiek? Ik ben op mijn 12e begonnen. Toen ben ik... Ik ben bij de jeugd een heel goed topniveau geweest. Nationale top tegen de internationale top aan. Ik ben alleen toen gestopt dat ik 18 was. Of tenminste nadat ik 18 was, 19. Toen ben ik een hele tijd uit geweest. Ik ben wel blijven sporten. Maar ik ben tussendoor nog eventjes 2 jaar wel wat gedaan. En uiteindelijk ben ik pas weer begonnen op het moment dat ik 35 werd. Dan word je officieel, toen heette het veteraan. Nu heet het master. Toen ben ik weer begonnen. En in eerste instantie alleen met wat loopnummers en verspringen. Dat heeft me gewoon mijn liefde. Ik ben er uiteindelijk weer door hele zware blessures ben ik er een aantal jaren uit geweest. En ik ben in 2005 ben ik weer begonnen met meerkampen. Omdat ik uitslagen zag en dacht van mijn enige echte grote liefde is de meerkamp. De zevenkamp. En ja, ik vond dat zo leuk. En met heel goed resultaat. En dat doe ik nog steeds. Waarom is toen de tijd de keuze voor atletiek geweest en niet voor zwemmen of voor paardrijden? Ik vond het gewoon zo leuk dat je niemand iets hoeft te verwijten. Je kunt alleen maar jezelf iets verwijten als het misgaat of als het goed gaat. Kan je het lekker in je eentje vieren. De zevenkamp is een van de zwaarste onderdelen van atletiek. Wat vind jij het zwaarste onderdeel en wat is je favoriete onderdeel? Het zwaarste uiteraard is uiteraard eigenlijk zoals de mannen dat met de tienkamp hebben, is voor mij ook gewoon de 800 meter. Dat is meer omdat ik niet echt een loopster ben, maar goed. Het is natuurlijk altijd, je bent 2 dagen bezig en dan heb je het eigenlijk wel gehad. En dan moet je nog een 800 meter goed zien te lopen en dat is best moeilijk. En wat is je favoriete onderdeel? Waar ben je het beste in? Met name de tweede dag, het verspringen en het speerwerpen. Daar haal ik altijd de tweede dag gigantisch veel punten op binnen. Maar ik ben eigenlijk gemiddeld genomen best heel goed. Waar ben je het meest trots op in je carrière van 50 jaar bijna? Toch wel eigenlijk op mijn 2 wereldkampioenschappen. Ik ben eerder in 2005 wereldkampioen geworden, ook op de zevenkamp. Maar dat was na een heel zware blessure en deze is nu eigenlijk afgelopen september, of tenminste een paar weken geleden, ben ik dat dan ook. Maar ik heb de afgelopen 1,5 jaar heb ik het best heel erg moeilijk gehad. Ook door een zware valpartij, een zware blessure, operatie. En om dan weer terug te komen, dat kost heel veel moeite. Zou je een oproep aan de jeugd willen doen om deze sport, prachtige sport, te gaan beoefenen? En waarom zouden ze dat moeten? Ja, ik zou bijna zeggen, kom inderdaad lekker atletiek. Hè. Je kunt er van alles en nog wat doen. En het is heerlijk om buiten bezig te zijn en met elkaar lekker te dollen. Als ik zie hoe enthousiast sommige jeugdgroepen bezig zijn, met name pupillen en deetjes, dat is heel erg leuk. Maar niet alleen de jeugd. Er zijn ook heel veel ouderen die zich gewoon lekker kunnen aansluiten. En prima. Hoe komt het aan jou dat jij op dit niveau zo lang heb kunnen sporten? Het is heel simpel. Zonder Rolf had ik geen atletiek meer gedaan. Hoe trots ben je, Rolf? Heel erg, ja. Want ik weet hoeveel moeite het gekost heeft. En van waar het heeft moeten komen. Ik was erbij dat ongeluk gebeurde en dat was niet fijn. Maar toch zo weer met inderdaad heel veel wilskracht en wat vallen en opstaan en wat moeilijke tijden. Toch weer wereldkampioen te zijn, ja, het kan niet beter.